Hoi, dit is Karin van Museum Jan Kuhne met vandaag een nieuwe mini-museumschool. Met de opdracht, maak een nieuw dier van knuffels. Maar voordat ik vertel wat dat inhoudt, gaan we eerst eens even kijken naar dit. Wat is dit dan? We gaan eens even dichterbij kijken. En als we dichterbij kijken, dan zien we dat het een soort bot is. Ik denk dat dit een kaak is. En ik gok dat dit ook iets van een kaak is van een dier. En dit is heel erg groot. En hier staat er nog eentje. Heb je enig idee wat voor dier dit kan zijn? Ik ga het verklappen. Het zijn botten van een mammoet. En een mammoet die leefde hier gewoon in Nederland. Maar wel heel lang geleden. Het was toen ijstijd, ongeveer 50.000 jaar geleden. En die mammoet die kon wel 3 meter hoog zijn. En 6.000 kilo wegen. De botten waar we net naar keken, die mag ik niet aanraken. Want die zitten in de collectie van het museum. Maar ik heb hier een bot. Die mag ik wel aanraken. Dit is ook een mammoetbot. En die heb ik gekocht van Leo Stolzenbach. Dat was een amateurarcheoloog die heel veel botten heeft gevonden in de omgeving van Os. En hij is super zwaar. Ik leg hem even op mijn schouder. Want dan kan ik laten zien dat het hier heel ruw is. En hier heel glad. En hier is het ook weer zo heel ruw en glad. En als je goed hebt gekeken, dan zie je dat het hier gebroken is geweest. Want heel vaak als ze in de grond gaan graven met zo'n grote graafmachine, dan vinden ze oude voorwerpen en dan gaat er ook wel eens iets kapot. Dus ook deze. Maar Leo heeft hem heel netjes gelijmd. En hij vertelde me dat dit stukje bot, dat dus echt heel groot is, een stukje ellepijp is. En je ellepijp die begint hier. Die zit tussen je pols en je in je elleboog. En dat is dit lange botje. Dus dit gigantische bot, dit bot, heel groot, is dus de ellepijp van een mammoet. En het was waarschijnlijk de rechter voorpoot van de mammoet. Nou, dat zie ik er echt niet aan af hoor. Ik was blij dat Leo me dat allemaal kon vertellen. En wat ik nou zo gaaf vind aan dit soort botten, is dat ik meteen ga fantaseren. Hoe zag nou die mammoet eruit? En hoe groot was die dan? En hoe zwaar? En had die haren? En had die slagtanden? Of zag die er een beetje uit als een olifant zoals we die nu kennen? Of helemaal niet? En nou zijn er natuurlijk heel veel plaatjes van mammoeten. Maar je kan ook zelf fantaseren. En daar gaat deze opdracht vandaag over. De opdracht is bedacht door kunstenaar Johanna Schweitzer. En zij heeft een paar jaar geleden meegeholpen met de museumschool. En Johanna hield ook heel erg van oude voorwerpen en oude verhalen. En wat zij bedacht was zo ontzettend gaaf dat ik het zelf ook heb gemaakt. Pak een paar oude knuffels thuis of ga naar de kringloopwinkel en maak daar een nieuw dier van. Dus ik heb een paar oude knuffels gepakt en een nieuw dier gemaakt. Misschien herken je het nog een beetje. De onderkant was van een hond of van een kat, geloof ik. Ik geloof dat die eigenlijk zo stond. En de bovenkant is van een walvis. En ik heb er een nieuw oog op gemaakt. En om het helemaal echt te maken, hebben we hem een labeltje gegeven. Net als dat je in het museum heel vaak bordjes ziet. En daar staat op dat dit dier een plankvin heet. En dat die in Noord-Brabant is gevonden in de 21ste eeuw. Dus aan jou nu de opdracht, maak ook zo'n gek dier. En vind je het nou ontzettend leuk om van alles en nog wat te maken? Kijk dan eens naar dit boek. Vol met wicked art assignments. De opdracht van Johanna staat daar namelijk ook in. En nog veel meer gave opdrachten. Nou, heel veel succes met het maken van zo'n gek dier. En als het af is, stuur je dan even een foto naar info@museumjankuhne.nl. Ik ben heel benieuwd en veel succes.